Ja, dit is nieuwsuitzending nummer 123. Ik probeer hem een beetje klein te maken. Dit is nu.nl. Heb ik de vorige keer ook gedaan. Daarvoor heb ik zo'n krant gestolen. En een Jurk Gliesman die zei, dat is niet netjes. Daar heeft u wel gelijk in. Want je hoeft het helemaal niet te doen. Je hoeft er maar geen krant te stelen, man. De onzin die staat gewoon op het internet. Dus dit is gewoon open source. Nou, gaan we nu naar kijken. We blijven lachen natuurlijk. Want, en voor jullie genot. Het is nu 6:30. Bijna 6:30. En ik heb geen bier meer. Dus ga er maar vanuit dat dit een korte uitzending wordt. En dat vinden jullie ook leuk. Want anders zit je de hele tijd maar te luisteren naar het geoude hoer van mij. Nou, hier staat dus Asscher gekozen als lijsttrekker Partij van de Arbeid mag vrij. Samsom treedt terug als Kamerlid. Nou, jullie snappen gelijk al waar ik het over ga willen hebben. Want ik wil graag weten welke Ascher. Frederik Ascher, Jacob Ascher. Die kleine van die oude Ascher uit Utrecht. Hoezo Ascher? En hoezo Samsom? Alsof iedereen moet weten wie Ascher en Samsom zijn. En dan links daarvan staat zo'n foto van mensen. En die gaan dan klappen. En dan die twee mannen. Die zijn zo blij. En die gaan elkaar knuffelen. Ja. Want we hebben gelogen over 9-11, we hebben gelogen over de Pearl Harbor, we hebben gelogen over de Eerste, Tweede, Derde Wereldoorlog. Hoe moet je die wereldoorlog eigenlijk tellen? En dat zit een beetje vrolijk te doen. Van mij mag het hoor. Ik heb toch maar weinig bier, dus zo lang kan dit niet worden. Nieuwe, ik lees even voor. Nieuwe leider Sociaaldemocraten moet partij er weer bovenop helpen. Ja, de Partij van de Arbeid mag vrij. Waarom? Wat is de Partij van de Arbeid? Kijk, arbeiden, werken, dat is helemaal niet eco. Je moet zo min mogelijk doen. Anders krijg je CO2-belasting voor de... Dat is een geintje natuurlijk, hè. Maar als je heel hard gaat werken, dat moet je helemaal niet doen. Heb je ooit gekeken naar de A12? Hoe vol die staat? Om 8:30 s'morgens? Vind je dat eco? En dat komt allemaal van deze Partij van de Arbeid mag vrij. Die allemaal zegt van, ja, iedereen in Arnhem, die moet verzekeringspolissen gaan uitschrijven. En dat doet hij dan op kantoor in Den Haag. Of bouwvakkers. Dan moet hij juist zo min mogelijk werken. Politie houdt terrorismeverdachte aan in woning Rotterdam. Nou, dat ga ik toch even opklikken. Misschien staat er wel wat geinigs in, je weet het niet. De politie heeft woensdag een 30-jarige man in Rotterdam aangehouden die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Oké. Terroristisch misdrijf. Oké. Misdrijf vind ik op zich al heel erg vervelend, maar... In zijn woning is onder andere een Kalashnikov AK-47 met twee volle magazijnen gevonden. Ik word zo jaloers nu. Dit staat niet in de krant, hè, maar ik wil ook een Kalashnikov met twee volle magazijnen. Nou, ik wil er eigenlijk liever 20. Om 20 volle mag zijn. Je hebt ook zo'n abonnement. Dat kan je tegenwoordig doen als man.
Als vrouw kan je dat natuurlijk ook, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar dan krijg je dus gewoon elke week of elke maand of zo, krijg je een pakketje via internet met een scheermesjes. En dat is veel goedkoper dan in de winkel. Nou, zo'n abonnement wil ik ook. Dan heb ik gewoon een AK-47, dat is mijn instapbedrag. Nou, wat kost zo'n ding? €700 of zo. En dan gewoon iedere maand krijg ik gewoon een pakketje over de post. Met de nieuwe gevulde magazijnen. En dan maken we er ook een deal van. Dat ik dan die leeggeschoten magazijnen, die geef ik dan weer terug via de... Hoe heet dat ook alweer tegenwoordig met de post? Dat is niet met de PTT, hè? Ik zou dat wel willen, hoor. En wat maakt dat uit? Dat ik een Kalashnikov heb. Geef mij er een voor mijn verjaardag. Tevens werd in zijn woning een schilderij met een afbeelding van de vlag van IS. 4 dozen met zeer explosief illegaal vuurwerk. Mobiele telefoons. En €1600 contant geld aangetroffen. Ja, lijkt mij uitermate... In de Bijbel staat van bij de vrucht bepaalt men de naam. Ja, als iemand een schilderij heeft met een afbeelding van een vlag van Midden-Oostelingen. En die heeft 4 dozen met zeer explosief illegale meuk. En ook mobiele telefoons. En €1600 contant geld. Ja, maar wat maakt mij dat uit? Mijn punt is dat als je dat explosieve, illegale vuurwerk gaat afsteken terwijl ik loop te slapen. Lukt Nederlands, hè? Terwijl ik loop te slapen. Hè? Ja, dan krijg je met mij een probleem. Want dan word ik wakker gemaakt midden in de nacht. En dan word ik bloedzaggerijnig. En dat hij mobiele telefoons had, ja... Kom op. Is dat tegenwoordig een probleem? Ik heb er ook trouwens 3. Om eerlijk te zijn, ik heb er 3. Ik heb zelfs nog een reserve. Hoe heet zo'n kaartje wat erin moet? Zo'n simkaart. Ja, ik heb ook nog een reserve simkaart. En 3 telefoons. Ben ik nu ook terroristisch verdacht? Het onderzoek richt zich enkel op de verdachte. Nou, geniaal. Ik ga het eventjes voor jullie aanklikken. Kijk, dit is correct Nederlands. Dat heet een tautologie. Het is niet gewenst dat de politie zich gaat verdiepen in mensen die niet verdacht zijn. Je moet een verdachte hebben... Dat ga je uitzoeken en de verdachte is de verdachte of de verdachte is de verdachte niet. Weet je nog van Ali H? Ali Hussein Hossan of zo, heet die lulo. Die asielzoeker die gratis met de trein ging reizen en voor €50 naar Turkije ging naar zijn bruiloft. En hij was verdacht van de moord op Marianne Vaatstra. Maar hij was het niet. Het onderzoek richt zich enkel op de verdachte. Nou, dus nu mag je gelijk al deze journalist die dit opgeschreven heeft, die mag je gewoon van zijn bed lichten, wat mij betreft, om 3 uur 's nachts, 5 uur 's nachts. Hè? En ondervraag die lul. Een woordvoerder van het landelijk pakket meldt tegen nu.nl dat de man, voor zover bekend, geen handlangers heeft. Waar waren we dan? Een woordvoerder? Die al heeft geen. Was een John Harvey Oswald. Hij was helemaal in zijn eentje. De man kwam in beeld na informatie van de AIVD. En onderzoek door de Rijksrecherche. En is door de dienst speciale interventies gearresteerd. Ik moet even een boertje laten. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.
en is 2 weken in bewaring gesteld. Oei, 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 oei. Erg hoor. Mensen met een schilderij in een woning en een Kalashnikov die ik ook wel zou willen hebben. En wat hebben ze dan gedaan? Helemaal niks. Rutte, ik moet echt stoppen, ik moet even naar de winkel hoor. Rutte benadrukt scheiding der machten na uitspraak Wilders. Wat is dit nou weer? Ik vind hem wel leuk, premier Mark Rutte. Kijk, dat is zijn voornaam. Dus ik mag aannemen dat de familie Rutte, die heeft er maar eentje, die heet Mark. Maar dat is dus Mark Rutte. Premier Mark Rutte wil zich op geen enkele manier uitlaten over de veroordeling van PVV-leider Geert Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij benadrukte dat het niet aan de politiek is om uitspraken van de rechter te becommentariëren. Letterlijk heeft Mark Rutte gezegd: er zijn nog echt andere dingen te bespreken dan deze rechtszaak. Kijk, en daar ben ik het met Mark Rutte 100% mee eens. Dat gezeik over Geert Wilders ben ik totaal beu. Geert Wilders heeft mijn oma posthum. Dat betekent na haar dood. Hij heeft mijn oma uitgemaakt voor een beest. Voor een dier. Dat had hij niet mogen doen. Maar wat heeft mijn oma fout gedaan? En hij zit haar te beledigen en in de grond te trappen. En mijn oma heeft namelijk een hoofd. En niet een kop. En mijn oma die droeg een hoofddoek. Altijd. En dat was niet een vod. Dus, en Geert Wilders wil de belasting gaan heffen op het dragen van een muts voor vrouwen? De lul. En dat wilde hij dan kopvoddenbelasting noemen. Of kopvoddentax. Kijk het maar na op het internet. Daar moet je het over hebben. En die andere dingen die er ook zijn, bijvoorbeeld 9-11. En dat er in die vaccins, die ons zoveel beter maken, daar zitten wel biociden in. Zoals squalene, of squalene, en met een N van Nico. Squalene. Squalene en timerosal, dat is die andere. Dat zijn bioziden. Heb het daarover, eikel. En die Mark Rutte, is dat nou een hetero of een homo? Of doet hij helemaal niet aan seks? Is dat een soort jezuïet? Dat zal wel weer. Maar je blijft toch, ik denk toch dat Mark Rutte aan seks doet hoor. Mark Rutte schijnt dus wekelijks een persconferentie te hebben. Nou, dat vind ik ook echt niet interessant. Als onderdeel van het kabinet en daarmee van de uitvoerende macht past het een premier niet om uitspraken te doen over het vonnis, omdat door het hoger beroep de zaak Wilders nog onder de rechter ligt. Geert Wilders is een eikel. Hij heeft mijn oma beledigd. En Mark Rutte die doet er een beetje vrolijk over, net alsof hij er een geintje over kan maken. Ik hou van Joodse humor. Hè? Ik heb helemaal geen hekel aan Joodse humor. Maar dit is Joodse humor, dat gaat mij iets te ver. Dus geen vrolijke Joodse humor. Hij mag het ermee doen. Eikel. Even kijken, ondernemingsraad KLM naar rechter vanwege maatregel cabinepersoneel. Ja, dat interesseert me niks, want je moet helemaal niet vliegen met je vliegtuig. Als je ergens naartoe wil, dan ga je maar lekker lopen.
Heb ik het in mijn vorige uitzending over gehad. En die enkele keer dat je moet vliegen, nou, dan ga je maar vliegen. En daar betaal je gewoon vet veel voor. De vliegtickets tegenwoordig zijn veel te goedkoop. Geen straf Wilders in zaak minder Marokkanen. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Want er is helemaal geen probleem met Marokkanen. Deze lul, met zijn geblondeerde kuthaar. En heeft hij nou nog blauwe contactlenzen in of niet? Hij loopt een beetje te zeiken over een bevolkingsgroep. Dat vind ik uitermate KUDT. En dat spreek je uit als kut. Je kan het verschil bijna niet horen. Maar dit is een lul. En hij zit te zeiken over Marokkanen. Er is helemaal geen probleem met Marokkanen. De Marokkanen, dat zijn de Nederlanders van Afrika. Punt. En je doet het er maar mee. En ze hebben ze hier naartoe gehaald. Ja, dat was misschien niet het allerbeste idee van Afrika. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat ik heb dus erg aangenaam contact gemaakt met een aantal Marokkanen. En misschien dat daarom onze vader wilde dat er Marokkanen naar Nederland kwamen. Om mij namelijk een lesje te leren. En het gezeik van meneer Zionist Wilders. Over meer of minder Marokkanen. Nee, ik wil meer van die goede Marokkanen die ik dan ken. PVV-leider Geert Wilders, ik lees even voor. PVV-leider Geert Wilders is vrijdag schuldig bevonden voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie op 19 maart 2014. Kijk, dat is dan weer netjes. Dat ze eindelijk een keer vertellen wanneer het was. Dat scheelt dan weer. De politicus, dat is dus Geert Wilders, is vrijgesproken voor het aanzetten tot haat. De rechter legt geen straf op. De rechtszaak draaide om zijn uitspraken over, tussen aanhalingstekens, en dat vind ik zo stomme, minder Marokkanen. Ik wil maar die minder Marokkanen. Ik wil meer aardige mensen. Nou, weer die reetje. Oud-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok, gedood in Laren. Oké. Dus er was dus iemand, die was dus in het misdaadcircuit en die is ook nog misdaadjournalist geweest. Dan heb je dus, dat is een ervaringsdeskundige, zullen we maar zeggen. Hij is doodgeschoten. Volgens de politie, die zijn dood pas laat op vrijdag bevestigde, en er zit een linkje onder, want daar ga ik niet op klikken, zat Kok, dat is dus Martin Kok, zat hij in een auto die werd beschoten bij een seksclub aan de Hector Treuplaan in Laren. Hij werd daar rond 2330 uur aangetroffen. Kom op. Zeg gewoon hoe laat hij daar werd aangetroffen. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag onderzoek uitgevoerd. In Laren. Dat is wel leuk. Hij wordt dus in Laren doodgeschoten. Maar dan gaat de politie. Die gaat dus ook echt in Laren dan op onderzoek uit. Hè? De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag onderzoek uitgevoerd in Laren. Maar is daar inmiddels niet meer aanwezig. Godverkut. Oh nee. Nee, ik ga echt hollen naar de supermarkt. Voor mijn nieuwe bier. De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag onderzoek uitgevoerd in Laren, maar is daar inmiddels niet meer aanwezig. Nou, mensen in Laren, jullie moeten nu allemaal een Kalashnikov aan gaan schaffen, want de politie is er niet meer. Als daar een invasie komt van die refugees, weet ik ook alweer, refugees, maar van die niet zo aardige mensen. Ja, dan komt de politie eerst er niet meer. Oh god. Dat is wel zielig. Want Laren, dat is best een...
een rijke gemeente. En zelfs Laren heeft geen politie meer. Dus, de kok, dat is dus het slachtoffer, stuurde op de avond van zijn dood vanuit de Larense seksclub nog een foto aan misdaadsjournalist Timo van der Eng van crimesite.nl. Daar stond hij op, en dan krijg je quotejes, zoals hij zo vaak op foto staat met zijn duim omhoog en breed lachend, zegt van der Eng. Van der Eng schrijft een boek over het leven van Kok dat volgend jaar verschijnt. Kok werd al langer beveiligd door de politie. Ja, waarom? Hij was toch een oud crimineel? Ik wil ook wel beveiliging door de politie. Ik heb ook stoute dingen gedaan. Maar ik word niet beveiligd door de politie. Zijn advocaat heeft dus gezegd dat er gevaar was, wisten we allemaal, maar dat het zo concreet was, niet. Ik ben in shock. Jesus. Dus bij deze, die advocaat, die heet Rutger van Veen, en ik wil dus een Giro 555 nummer openen, dat we allemaal een klein duitje in het zakje doen voor deze, ja, advocaat die in shock is. Oh, 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 wat erg. Nou, tekenaar Peter van Straten is overleden. Die heeft wel leuke tekeningen gemaakt, vind ik zelf. Even naar hem kijken, misschien nog een tekeningetje bij. Nee, ik kan geen tekening vinden. Maar die heeft hele leuke tekeningen. Het is echt wel hele grappige zitten ertussen. En Turkije wil in voorjaar referendum over volmacht president houden. Is dat dan weer? Wat heb ik fucking te maken met Turkije? Behalve dat die Turken, die hebben dus de hele frietbusiness, die is gewoon in handen van de Turken. En dat vind ik verder niet erg. Als het gewoon patat is, je frituurt het gewoon. Dan maakt mij het uit dat je niet weet waar Vlagtwedde ligt. Vlagtwedde ligt trouwens in Nederland rechtsbovenin. Maar met maps.google.nl kom je er ook wel uit. Turkije wil komend voorjaar een referendum houden over een aanpassing van de grondwet die de macht van de president zou uitbreiden. Nou, de president van Turkije, die heeft helemaal geen kut te vertellen. KUDT, ja? Ik wil niet aan het vloeken. Maar die heeft niks te vertellen. Die staat helemaal onder de macht van die onfeilbare man. Je kent hem wel. Sinterklaas heet hij ook wel. Als hij dan op 5 december komt, heet hij Sinterklaas. En Erdogan, ja, die moet gewoon precies doen wat Sinterklaas zegt. Want Sinterklaas is de grote cadeautjesgever. Dat is degene die de kinderen blij maakt. Je moet eens weten wat Sinterklaas allemaal met kinderen heeft gedaan. En daar moet je dankbaar voor zijn. Dat je denkt van ja, ik stuur mijn kind ook naar Sinterklaas. Om het maar zo vrolijk mogelijk te zeggen. Ik lees de rest niet meer voor, want mijn bier is echt op. En de uitzending is niet echt lang geworden, maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk. En dan hou ik het lekker kort. Dan ga ik nu naar de supermarkt. En een beetje wiet halen. Bij de koffieshop. Want in de supermarkt verkopen ze geen wiet hier. Dat vind ik best gek, maar het schijnt niet te mogen. Dus dat leg ik mij ook bij neer. Nou, hartstikke dank dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers, zo heb ik geleerd, op zijn Duits, dan zeg ik tjus en dag lieverds.